zeggen. Meid, wat een puinzooi. Kijk wat ik verzwijg. De Ik Vertrek Vlog. In deze vlog Martien en zijn familie in Noordwijk. Martien en zijn ex-vrouw Erika zijn 10 jaar geleden geremigreerd vanuit Frankrijk. En dan komen ze hier en dan zeggen ze: oh, wat hebben jullie een werk gehad? Maar wat ziet het er goed uit? Tegenwoordig wonen ze weer samen onder één dak in Noordwijk. Ze geven binnenkort een feestje, dus ze hebben een hoop te doen. Hallo allemaal, welkom op de vlog van de familie Meiland-Renkema. Het is vandaag mijn vrije dag, maar het zit boordevol dingen. Ik heb een hele drukke dag voor de boeg. Wij moeten, ik moet naar de tandarts, ik moet nog naar de kapper met Erika en ik ga ook nog met Montana op inkoop. En we gaan straks eerst het dorp in Noordwijkerhout, want wij moeten naar een feestwinkel. Want we moeten allerlei ballonnen gaan bestellen van die, weet je, van die pilaren. Nou, we zijn inmiddels gearriveerd in Noordwijk. Want we gaan even naar de kapper, want het zit echt werkelijk voor geen meter meer. Erika is ook bij mij. Erika loopt niet zo hard. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we zijn inmiddels gearriveerd in de feestwinkel. Ik zei het net thuis al, we moeten ballonnen bestellen. Maar moet je kijken wat een leuke winkel dit is. Kijk eens, allemaal hele leuke dingen. Alles te maken met feest en verkleden. Moet je kijken, wat schattig. Als onze Claire straks wat groter is. Dat is toch enig allemaal. Nou, moet je luisteren. Wij lopen even naar die mevrouw daarvoor. Want wat wilde je precies? Ballonnen. Ja, pilaren. Ja, ook. En ook van, dat het zo vanaf de grond? Ja. Nou, kom op. Ja, genoeg gekletst. Je hebt nog een druk programma vandaag. Nou ja, weet je, we zijn net uit de feestwinkel en ik heb helemaal geen brood meer in huis. Nou, het feit wil dat tegenover de feestwinkel zit bakkerij beneden. Dus kom meid, ik neem even wat brood mee, maar we gaan even achterkijken. Kom, want ze krijgen hele nieuwe ovens. Kom maar, loop jij maar voor. Ja, ik wijs ze weg. Ja, kom. Hallo. Helemaal achter de coulissen. Kijk uit, het is niet glad, het is heel glad. Het is glad, kijk nou eens. Meid, wat een happening. Nou, inderdaad, het is net een verbouwing van het château. Ook allemaal 26 jaar oud, hè? Alle ovens worden vernieuwd. 26 jaar oud kan ook niet meer, natuurlijk. Nou, kom maar. We zijn inmiddels gearriveerd. Ik zei het al vanmorgen natuurlijk, bij de inkoopcentrale. Nou ja, het karretje begint al aardig vol te raken. We gaan even hier nog kijken, want dit vind ik zo ontzettend leuk. Kijk, dat zijn helemaal staven goud. Moet je kijken, wat leuk. Er zit een gleuf in. Dus als je nou klein geld hebt, of groot geld, nou ja, dan gaat het een beetje moeilijk. Kijk, enig. Ja, kom eens, ik heb nog veel meer leuke dingen gezien. Kijk. Deze vind ik ook zo leuk. Dat zijn hele hoge vazen. En kijk, dit vind ik ook zo leuk. Vind je niet enig met al dat haar erop? Ik sterf van de honger. Dus ze hebben lekker Franse uitzoek. Wegens traditie in Frans. En kijk, neem jij dit zo? Ja, doe even dat neem ik. Ja, dat is een salade. Weet je, lekker met mozzarella en tomaat. Nou ja, weet je, dit was eigenlijk weer de vlog van onze family. En ik zou zeggen, ik hoop dat je het leuk vond. Niet vergeten op like of niet like te klikken of zo, whatever. Kijk maar. Nou, en we gaan jullie misschien wel weer meemaken in Frankrijk. Want woensdag valt de beslissing, gaan we wel of gaan we niet? De tweede keer in een château wonen. Spannend. Dag!